Oh, ik ben hier helemaal omhoog geklommen om te gaan kijken naar een leuk Hey! Wie heeft er die bandensporen gecreëerd op mijn erf? Ik wilde een van jullie laten zien. Kijk hoe mooi het is. Dit is mijn erf. Hier bouw ik natuurlijk alles. Hier bouw ik allemaal auto's. Maar iemand heeft met bandensporen gedaan. Dan moeten we... wie kan er nou zoiets gedaan hebben? Maar dat maakt niet uit. Kijk eens, ik wil iets ten eerste van hard... Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En ik heb vandaag toch zoveel zin om wat leuks te doen, kijkers. Eerst moet ik die bandensporen wegpoetsen. Nou, nee. Likken, dat werkt niet echt. Maar goed, kijkers, welkom, welkom. Leuk jullie er zijn. Vandaag is het zo spannend, want ik heb weer een nieuw politieconcept voor jullie bedacht. Horen jullie dat? Er komt nieuwe politie aan. En dat gaat zo bijzonder worden. Want we hebben inmiddels al best wel wat politiedingen gemonteerd. We hebben namelijk deze 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 gemonteerd. En we hebben namelijk deze gemonteerd. En dat zijn zoveel leuke politievoertuigjes die ik allemaal heb gemonteerd. Dat ik dacht, weet je, ik moet zorgen dat het hele korps mijn voertuigen gebruikt. In de achtervolgingen en in de alles. Dus we moeten er eigenlijk even achter komen welke voertuigen ze allemaal gebruiken. Maar voordat ik dat doe, ga ik ze er nog eentje aansmeren. En ik heb het startersvoertuig heb ik al die ik kan gaan monteren. Normaal moet ik hem allemaal nog gaan stelen voor jullie. Lenen. Maar nu heb ik dat al lang gedaan. Dus dan kan ik hem al zo aan jullie laten zien. Dat voertuig kunnen we namelijk ombouwen tot nieuw politievoertuig. Maar voordat de video begint... Pauw! Wauw! Moet je zien, je kan abonneren! Ben je nou nog niet geabonneerd, doe dit dan zeker eventjes. Reageer even met zo'n leuke reactie als dit. Dan zal ik hem even zo'n mooi hartje geven als dit. Oh, en dan ben je van harte welkom. We gaan nog steeds onderweg naar de 120.000 en inmiddels zoveel abonnees. En like even, we gaan voor 3000 likes. Bij 3000 likes monteer ik nog een politieauto. Willen jullie dat? Maar goed, wat we vandaag gaan monteren, kijk eens, dat is toch pas bijzonder. Ik heb hier namelijk een Range Rover geleend. Heel goed geleend van iemand. Hij is zwart. Ik weet niet waarom je auto zwart zou maken. En hij is prachtig. Moet je zien. Maar ja, wat nou als ik hier leuke streepjes op plak. En politie eraan vastplak. En snelheid geven zo. En als ik hem dan uitlever aan de politie. Dan ben ik zo benieuwd of ze hem gaan gebruiken voor achtervolgingen en zo. Misschien weet die vrouw het. Mevrouw, weet u hoe ik... Oh, weet u waar ik de strepen kan vinden van... Au. Mevrouw, kom terug. Wat is dit nou? Hé, de brandweer. Brandweer, weten jullie hoe ik dit moet regelen? Weten jullie hoe ik het moet regelen? Brandweer, vertel me alsjeblieft dat jullie weten hoe ik dit kan doen. Au, help. Au, 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 help. Au, 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 au. Nou, laten we in ieder geval deze naar buiten rijden. Dan kunnen we hem even goed in het zonnetje zetten. En dan kunnen we beginnen met monteren. Kijk eens, dan moet het een mooie politievariant worden van deze auto. Waarmee we dan... Ah, dan kunnen we ten eerste heel snel rijden. Hé, kijk, bandensporen. Oh, wacht! Die bandensporen kwamen van mij. Van deze auto. Oeps, dat was mijn eigen schuld. Oké, dan moet ik wat spullen pakken hier. Oké, ja, ik heb hier alleen niet zoveel spullen liggen. Dat is een beetje ding. Ik heb zo'n goed idee, hè. Ik heb zo'n goed idee. Kijk, kijk eens, we beginnen met monteren van de snelheid. Als we dan deze buis pakken hier. Of het is geen buis. En dan hebben we nog wat andere materialen van hier nodig, van hier zo. Oh, dan gaan we hem 10.000 keer sneller maken met een afstand. Ik heb zo'n goed idee. Nou, oké, kijk eens. Ik heb nu toch zo wat prachtigs gemonteerd. Ik heb een nieuw afstandsbedieningje uitgevonden. Waardoor als ik daarop klik zo meteen zo van boom, ik klik erop. Dan komt de auto automatisch naar me toe rijden. Want wanneer ik dan in grote nood ben, kan hij me assisteren erin. Hoe leuk is dat? Dus laat ik dat even aan jullie zien. Ik heb hier de Range Rover. En als ik dan op het afstandsbediening klik in 3, 2, 1. Auw. Dit was niet helemaal de bedoeling. Help! Nee, de auto! Ik had er eindelijk eentje geregeld voor de opnames. Nee! Ik dacht dan, oh, brandweer, kom snel! Brandweer! Ambulance, brandweer, politie! Iemand help me nou! Oh, ze zijn er! Brandweer, kom snel! Brandweer, jullie moeten me helpen! Snel, mijn auto zit in de... Au! Ah! Ja, ga maar! Niks met mij in de hand. Red de auto, snel! Jullie kunnen het. Red hem! Blus de brand! Blus de brand! Au! Au! Nee! Nee, je moet... Au! Blus die brand nou! Au! Blus nou! Laat mij met rust! Blus het! Goed zo! Ah, goed zo! Laat mij met rust! Nou, de auto is in ieder geval geblust. Kijk eens, dat is het ding. We hoeven niet meer zo... Hé, jullie zijn er nog! Ja, blus hem nog een keer! Hij is al uitgeblust, joh, gek! Held dat je bent!
De auto is stuk. De banden zijn weg. Maar ik heb gelukkig heel veel reservebanden overal liggen. Ik mis één bandje. Dus ik hoef, hier heb ik gelukkig een band die ik kan gebruiken. Hier heb ik er meer. Maar dan mis ik ook nog een wiel. Oh, hier heb ik gelukkig nog een velg liggen. En extra wielen en zo. Nee, dat komt helemaal goed. Oké, kijk eens. Weet je wat? Ik ga hem wel helemaal heel monteren. En dan gelijk in de goede politie voor me maken. Want dan hebben jullie gelijk het leuke. En dan breng ik hem naar de politie. En dan ga ik zeggen: hé, kijk, jullie kunnen dit gebruiken. Want dit is mijn nieuwe concept. En dan ga ik kijken hoe goed hij in de achtervolging is. Hoe goed hij wegrijdt en zo. Dat komt helemaal goed. Laten we hem gelijk monteren. Oké, kijk, we zijn eens klaar. Ik kijk daar trouwens naar die hele mooie betonnen blok. Wat een prachtig betonblok. Maar goed, kijk eens, hij is helemaal klaar. Ik hoop dat jullie hem prachtig vinden. Ik vind hem namelijk echt heel leuk geworden. We gaan hem gelijk naar de politie brengen. Maar eerst moet ik hem aan jullie laten zien. En tada! Dat is hem. Ah, moet je zien hoe mooi die is. Dit is toch heel leuk, kijk eens. Ah, hij heeft een mooie strepen erop gekregen. Het ziet er allemaal echt perfect uit. Alles wat erop moest, zit erop. Het is echt een politie Range Rover geworden. Ah, ik heb er ook een Nederlands nummerbord op gedaan voor de leuk. Van binnen is hij ook heel leuk. Laat ik hem ook eventjes aan jullie zien. Hoe leuk is dit? Hoe een prachtig autootje. En hij is ook snel, joh. Ah, goed, laten we dan even een testritje maken. Gelijk richting het politiebureau een testritje maken. Het voordeel is, ik zit eigenlijk gewoon praktisch naast het politiebureau. Dus we kunnen deze... Hey, een focusbus! Wat grappig! Ja, was ik dus al kwijt! Hier stond je al die tijd! Wat deed je nou hier, focusbus? Drink, focus, drink. Laten we even kijken of we deze auto met je kunnen promoten bij de agenten. Ik zie wel dat er alleen motoren staan. Oké, dit brengt mij ook wel op een idee voor de volgende keer. Er moet namelijk nog een keer een mooie politiemotor terechtkomen bij het korps. Ze hebben nu alleen maar die motoren hier staan. Ik weet niet waar de andere auto's staan, maar dat is allemaal niet erg. Agenten, waar zijn jullie? Hallo, agenten! Ik heb een nieuwe auto voor jullie voorbij het korps. Kapitein, misschien in de kleedkamers. Hallo, is hier iemand? Hallo, hey, trap. Hallo, agenten, waar zijn jullie? Oh, hier zijn ze ook niet. Waar zijn ze nou? Oh, hier zijn ze. Oh, hier zijn jullie. Nou, meneer de agent, ik heb een heel prachtig iets voor u. Collega's van de agenten, jullie moeten in mijn nieuwe model. Ik kom hier morgen. Hey, wat? Ik kom hier morgen terug. En dan wil ik 100 miljoen van deze nieuwe modellen zien. En dan gaan we een test uitvoeren, oké? Nou, dan zie ik jullie morgen. Ze hebben het vast wel begrepen, toch? Zo, dan pakken wij maar mijn mooie politieauto. Stappen we weer in. En laten we even een paar eigen tests uitvoeren. En dan morgen, als ik hier terugkom, wil ik hier meer Range Rovers in deze politievorm staan. Jullie hebben gezien, hè? Tot morgen dan, agenten. Wat? Wacht eens even. Hoe kan dit nou? Hé, dit is een ander politiebureau. Hé, meneer. Ik heb jullie helemaal nog niet het model laten zien. Hoe kom jij nou al aan mijn model? Wat? Het is dezelfde auto. Hoe kan dit nou? Meneer de agent, dit was niet de bedoeling. Hé, hey, stom hoor dit. Wat krijgen jullie ervan hier? Ik maak die van jou kapot. Ik ga nog één keer doen hoor, stomme agenten. Hier, wat krijgen jullie ervan met jullie namaakauto? Hebben jullie toestemming gegeven hiervoor? Hé? Oh, oh, sorry. Sorry. Oh, help. Laat me met rust. Oh nee, hé, hey, focusdrink. Drink. Oh nee, dat was niet de bedoeling. Kijk eens dat ik ze boos maakte. Dat was niet de bedoeling dat ik ze boos ging maken. Oh, jullie mogen wel het model hebben. Alleen jullie moeten mijn voeten even wassen. Gek, ze hebben er al meerdere. Hoe kom jij nou ook aan het model? Ik heb er pas eentje gemonteerd. Hoe kan dat nou? Oh, nee, oh, stop nou. Stop, nog één. Ze zijn overal. Wat? Help. Au, niet schieten. Au, en nog één. Oké, kijk, ze hebben er nog meer. Oh, ik had er nooit aan gedacht. Oh, nee. Waarom hebben ze er zoveel? Oh, ik snap dat mijn modellen mooi zijn en dat ze die graag willen gebruiken. Maar dit is toch onacceptabel? Hier, ik ga naar die andere agenten van dit korps. Die vinden vast dat ze me gelijk gaan geven. Kijk, hun hebben er nog... Au! Hun hebben nog de normale auto's, zie je? Au, stop. Wat doen jullie nou? Au, nee. Laat me met rust. Oh, kijk eens, wat een achtervolging. Wat een achtervolging, help me. Ik ben ook politie. Laat me nou... Oh, sorry meneer. Ik heb wel een tactiek. Kijk, overal die Range Rover zien, ze gebruiken hem wel vaak. Nou, let op. Ja! Zo, dat hadden ze nooit verwacht. Nu ben ik ze kwijt. Oké, kijk eens, dan moeten wij even een nieuw plan bedenken. Hoe wij zij veel sneller kwijt kunnen raken. Ik weet dat hier de parkeerplaats zit. Waar ik eventjes op kan. Oh, nee, niet. Kijk, ze zijn me kwijt. Oké. Oh, nee, de helikopter. Au. Rustig aan, joh. Gekkies. Nog een politieauto. Zijn er wel veel, hoor. Au. Hé, joh. Sukkel. Dat doe je toch niet zomaar. Ik denk dat ik ze kwijt ben. Maar ik weet het niet zeker. Het is nu namelijk wel... Oh, wacht. Zolang ik rustig achter hem blijf rijden, heeft hij niet door dat ik het ben. Oh, even door dat ik het ben. Laat me nou eens met rust. Een leuk veldje, kan ik sporten. Oh, kijk eens, kijk, de ME of zo. Wat is het, de DSC? Een helikopter, dat moet ik allemaal nog een keertje voor hun monteren. Helikopters heb ik al, die moet ik ze ook nog een keer aansmeren. Oh, maar wat een goede test dit voor hun. Wat een goede test. Ze kunnen alles op me afzetten. Alles op me afgooien, maar dan weet ik ook dat de DSC-busjes moet ik ook nog voor ze monteren. Ben jij nou weer voor de oude politieauto? Au! Oké, kijk eens, ik ben inmiddels al heel ver. Pas op, konijntje. En ik denk dat ze me kwijt zijn.
In dit gebied rijden anderen. Kijk, zie je, daar rijden hele andere soort auto's. Daar hebben ze geen idee dat ik het ben. Nee. Nee, hoe komen jullie er nou achter dat ik hier ben? Hoe wisten jullie dat nou? Laat me met rust. Kijk, hier gebruiken ze, in het noorden gebruiken ze mijn auto. Oh, oké, okay, dit was wel veel. Oh, oké, okay. Au. Oh, dit gaat goed. Oh, nee, dit gaat niet goed. Oh, dit gaat goed. Ja, dit ging goed. Oké, okay, kijk eens. Ik denk dat ik ze deze keer echt kwijt ben. Ik denk dat het voor nu al mooi geweest is met de politieachtervolging van hun. Je ziet, ze hebben mijn auto gekopieerd. Ik wilde hem zo aan hun geven, maar ze hebben het eigenlijk zonder toestemming gedaan bij een ander korps. En dat is het niet helemaal de bedoeling. Dat vond ik niet helemaal eerlijk. Ik weet niet eens waar ik ben nu. Maar, wat een prachtig uitzicht. Oh, met dit autootje zo hier van de politie. Oh, en het bankje hier. Oh, hier zou ik wel kunnen. Ah, wat mooi hier, kijk eens. Wat prachtig dit zo. Dit is toch een plek waar ik als mijn laatste adem wil hebben. Samen met een autootje die ik heb gemonteerd. Samen met de Panto. Met de Panto. Oh, dit is zo prachtig. Kijk, hier zou ik wel echt mijn laatste... Au, nee. Au. Oh, dit, ik wil niet dat dit mijn laatste adem is. Ik maak maar een grapje. Au. Oh nee, ik ben gevallen en in slaap gevallen. Ik lag zo lekker. Oh nee. Nou, laten we in ieder geval weer terug naar de stad gaan, kijkers. Laten we in ieder geval lekker weer daarin. Au, voorzichtig hier omhoog klimmen. Goed zo. Dan gaan we terug daarin. Dan ga ik een nieuwe test doen met de auto die weg is. De auto die niet langer hier staat. Huh? Waar is mijn auto? Mijn auto is weg. Hoe kan dat nou? Wie heeft hem gestolen? Wie heeft mijn auto gestolen? Hallo? Oh, waar gaan die heen? Ik zie hier bandensporen. Ik zie hier bandensporen. Oké, kijk eens. Detective, we volgen de bandensporen en dan komen we er vanzelf. Autootje, waar ben je nou? Ik wil je terug. Oh, ik moet nog zoveel tests met je doen. Oké, kijk eens. Ik volg gewoon nog steeds de sporen en dan vind ik hem vanzelf wel, hè. Kijk eens, de sporen eindigen allemaal hier op de weg. Maar dan kan ik hem toch nooit meer vinden. Hoe nou, mijn auto. Hij was zo snel. Hoe moet ik deze nou ooit nog een keertje vinden? Ah! Nou, weet je wat? We gaan wel helemaal terug naar huis lopen uit protest. En dan maken we wel weer een nieuwe. Dit vind ik wel heel stom, hoor. Maar het is wel heel ver naar huis lopen. Maar dan kom maar goed. Tot zo. Nou, we zijn er eindelijk, kijkers. Oh, sorry, meneer. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Kan gebeuren, meneer. Nou, we zijn in ieder geval weer eindelijk aangekomen. Het was wel echt een hele lange rit om te lopen. Maar we zijn er. Laten we hem even snel opnieuw monteren. Dat komt helemaal goed. Zo. Oké, dan heb ik als volgende test heb ik een leuk idee. Dan wil ik heel even naar het vliegveld toe. Want daar heb ik de leuke test die ik ga doen. Of wil ik dat bij het andere vliegveld doen? Nee, weet je wat? We gaan eerst een sprongetje op het vliegveld maken. En daarna gaan we kijken of we nog een test kunnen doen. We gaan het nog een keer proberen hier. Met een snelle test. Met deze sprong. Ja! Wow! Dit is een keer... Wat? Hoe kan dit nou? Ik deed een keer boostputten, maar... Oh, dit ging de hele verkeerde kant op. Kom op. Land, Henkie. Au. Oh, waarom knal ik nou tegen alles aan? Au. Tollen. Ja, geland. Ik heb geen idee waar ik ben. Kijk eens waar ik ben geland. Volgens mij, als ik deze kant op ga, kom ik wel weer bij de goede kant uit. Maar... Oh, ik ben gewoon hier weer bij de weg. Nou, dat was een hele gekke test. Ik denk dat het vliegveld niet voor me weg ligt vandaag. Ik wilde nog een test doen op het vliegveld. Maar blijkbaar is er een soort force field om het vliegveld die me tegenhoudt. Oké, kijk eens wat nou als ik politieagent ben. Zie je die man daar staan? Stel, die man die heeft een knuffeltje gestolen uit de speelgoedwinkel. Dat mag echt niet, hoor. Dat is echt heel verboden. Dus als ik hem dan als politieagent tegen zou houden, zou ik dit doen. Meneer, staan blijven. U staat onder de... Oei! Hij dook zelf voor de auto. Ik wilde... Nee, ik wil... Ik wilde hem niet aanrijden. Dat wilde ik... Oh, meneer. Meneer, laten we erover praten. Maar goed, ik wilde hem niet aanrijden. Oh, hallo, hondje. Wat ben je lief. Waar ga je heen? Nee, niet wegrennen. Je hondje thuis. Kom terug. Dag, hondje. Kijk eens, ik wilde die man helemaal niet aanrijden. Ik wil naast hem parkeren om hem vervolgens aan te spreken. Maar hij dook zelf voor mijn auto. Nee, wat een tragisch ongeval. Wat een tragisch ongeval. Mevrouw, ik ben aangehouden. Doe uw handen omhoog. U heeft het recht om te zwijgen op een advocaat. Alles wat u zegt zal tegen u gebruikt worden. Oh, niet weer. Oh, rustig. Oh, oké, kijk eens. Ik heb backup nodig. Backup. Ik heb backup nodig. Require backup. Oh, agenten, kom hier nou aan. Help, politie. Kom deze kant op. Oh, hij is aangereden. Nu is het tijd om hem te pakken. Dit is mijn tijd om hem te pakken. Meneer, ik pak u nu. In noodgreep. Auw. Kijk nou, kijk eens, een pistool. Oh. Ik ben onschuldig. Nee, dit is niet voor mij. Help, wat moet ik hier nou mee? Oh, ik heb zijn pistool opgepakt. Rijden, kijk. Snel rijden. Weg hier. Ik heb hier niks mee te maken. Ik heb hier helemaal niks mee te maken. Oh, we gaan naar huis. Oh, wat moet ik nou met de pistool? Kijk eens. Dat is toch veel te veel voor mij? Oh, kijk eens wat gevaarlijk. Dit moet ik inleveren bij de politie. Dit moet ik toch inleveren? Deze moet je niet houden. Als je zoiets vindt, moet je het echt niet houden. Dat moet je gelijk naar de politie brengen. Wow, handen maar, meneer.
meneer. Handen omhoog, jullie buren. Stelletje buren van mij. Goed, we leggen hem snel onder dit kussen hier. Zo, hoppakee. Onder het kussen ligt hij veilig. Hallo, is er iemand? Hallo? Is er iemand? Ah! Ah! Waarom moet dit nou weer gebeuren? Help! Oh, oh nee, 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 nee. Blijf weg. Nee, nee, niet naar huis in. Hij wil mij... Oh, help! Kijk eens. Oh, hoe gaat dit nou aflopen? Oh, hij is hier. Ah, ik zit ik bij mijn rot. Met tomaat in mijn zak. Oh, help! Oh, 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 dit was eng. Kijk eens, ik heb hulp nodig. Help me. Oh, nee. Oh, hij heeft mijn huis... Oh, hij heeft mijn huis overgenomen. Kijk eens. Iemand heeft mijn huis overgenomen. Oh, kijk eens. Jullie moeten me helpen. Hoe kom ik mijn huis nou weer in? Laat een reactie achter. Laat een reactie achter met hoe jullie denken dat ik mijn huis weer terug inkom. Hij heeft hem helemaal overgenomen. Hij was er ineens. Oh, laat zeker ook een like achter. 3000 likes wordt vervolgd. En dan gaan we ook misschien de politiemotor monteren. Oh, kijk eens. Dit is toch veel te eng. Abonneer zeker even als je het nog niet hebt gedaan. Dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.